Goedemorgen. 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 Dag 3 bij de pop. Of dag 4, ik ben de teller eigenlijk al kwijt. Goedemorgen. Het is 4:30, 5:30. Het is 4:30. Ik zit al de hele dag in het pikken donker. De mini bijenwei op kantoor. Daar ligt een pop in. En in die plag, daar wonen ook mieren. Maar die zijn ontsnapt. En die zijn met z'n allen in die plag gaan wonen. Ik vind het niet erg. Het is het nadeel dat je dat op kantoor hebt. Dus soms loopt er een mier over mijn toetsenbord. Maar die vang ik dan met een klein kwastje. En die zet ik dan terug op de plek waar die zijn voer kan gaan halen. Alles voor het goede doel, hè? Ik zit er al een paar dagen naar te kijken. Gewoon omdat we het proces niet 100% kennen. Je bent moe. Je hebt je koffietje tussendoor proberen te pakken. Dat lukt maar half. Eten doe je bijna niet, want je volgt dat ding. Je bent volledig geobsedeerd. Ik zit hier weer bij mijn opstelling. Het is heel erg vroeg in de ochtend om te zien hoe het met de pop is. Ziet er goed uit. Hij is behoorlijk verkleurd. Hij lijkt ook los te zitten in de pophuid. Dus we gaan het zien. Ik verwacht dus dat de pop vandaag of morgen uit gaat komen. Op hoop van zeker. De pop is de afgelopen uren behoorlijk verkleurd. De vleugel tekent zich heel duidelijk af. En je kunt gewoon zien dat hij al donkerblauw aan het worden is. Het is een heel spannend moment. Want die pop die gaat vandaag of morgen uitkomen. En dat mag ik niet missen. De vlinder moet eruit. Ze heeft nu geen vermomming meer. De mier is haar grootste vijand geworden. Het gekke is, ook al zit je 100% klaar, dan gebeurt het en dan word je bijna verrast. He, want het gaat zo razendsnel. Heel vroeg in de morgen breekt de pop open. Het is heel uniek dat wij dit beeld hebben, want dit is nog nooit zo op film vastgelegd. Daar hebben we enorm veel van geleerd, dingen die wij nog niet wisten. Over hoe gevoelig die poppen zijn en hoe dat nou precies gebeurt. Ik geloofde er niet in, ik zat ernaast, ik denk ik stop ermee vandaag. En hij komt er zomaar uit. Precies op het moment dat ik het niet meer zag zitten. Ja, je weet niet wat er dan door je heen gaat, dat is onbeschrijfelijk. En als het dan lukt, vanzelfsprekend ga je dan terug. Want dat is de verantwoordelijkheid die je hebt en die je neemt. Zal ik erop een pimpernelletje proberen te zetten? Euforisch, geweldig. Die dag kan gewoon niet stuk. En dan mag je meer dan een keer loslaten. Fantastisch. En je hebt de vlinder al uitgezwaaid. Ik heb de vlinder uitgezwaaid. Nu wordt het tijd voor een lekkere borrel. En daarna op tijd de bed. Kapot.